Yo, welkom deze kijkers naar een nieuwe voetbalverhalen kijkers. Ik ga met jullie het laatste voetbalnieuws doorbespreken. Het eerste nieuws kijkers is van Mike Snoei wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Hij komt over van Telstar en tekent voor 2 seizoenen in Doetinchem. Hij volgt daarmee Henk de Jong op, die voor zijn gezin kiest en terugkeert naar Cambuur. Mike Snoei was de afgelopen 2 seizoenen trainer van Telstar. De Graafschap was op zoek naar een opvolger. Nadat Henk de Jong had besloten niet bij te tekenen wegen de ziekte van zijn vrouw. Dus Mike Snoei wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap kijkers. Hij tekent voor 2 seizoenen en komt over van Telstar. Telstar moet dus daarmee weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Er is nog meer nieuws kijkers. Want FC Groningen heeft 2 nieuwe spelers aangetrokken. Matusiwa en Loemtvis van respectief FC Groningen en NAC. Ja! Nee, dat is geen thema verhalen. Maar kijk eens. Matusiwa en Loemtvis tekenen bij FC Groningen. Matthijs lichaam mogelijk weg bij Ajax, kijkers. Dus dat is de reden, kijkers, dat ik de voetbalverhalen wil doen. Jullie wisten wel in het boek Henk de Jong en NB. Maar kijk eens, dit is nu bekend geworden dat Mike Snoei de nieuwe trainer wordt van de Graafschap. Ja, kijkers. Tekent voor 2 seizoenen in Doetinchem. Kijkers. Oh, dat is een mooie club. En dus ja, kijkers. Ik ga wel iets langer door. Maar nog meer nieuws. Nederland won gisteren met 1-3 van Engeland. Daarmee staat het in de finale. Tegen Portugal in de Nations League. Wijnaldum en Van Dijk kunnen dus de tweede prijs pakken in 1 week die ze hebben behaald. Kijkers, maar ja, kijkers. Het was gewoon heel erg leuk, kijkers, voor de voetbalverhalen. Lijkt als ik nog meer voetbalverhalen moet gaan maken, kijkers. Dus kijkers, ik vind het gewoon leuk om mijn voetbalverhalen te uploaden. Ja, nee joh, grapje. Nederland won dus met 1-3 door 2 fouten van de keeper. Dus ja, kijkers, het zat er dus aan te komen dat Nederland de finale zal gaan spelen. En dat doen we nu ook. Conclusies na Nederland-Engeland. Dus ja, kijkers, inderdaad. Dikke vette peace, kijkers, alvast. En dan zie ik jullie dinsdag mogelijk weer bij een nieuwe voetbalverhalen.